Goedendag, we gaan vandaag weer verder met onze eindtijdserie. Wat moet u weten over de eindtijd? En vandaag ga ik een begin maken met een bekend boek uit het Oude Testament, wat ook voor een groot deel, denk ik, over de eindtijd gaat. Het boek Daniël. En we maken een start met de droom van Nebukadnezar. Ja, zult u zeggen, die droom van Nebukadnezar, dat weet ik nog wel, want u weet van het boek Daniël, de eerste hoofdstukken, dat is gewoon beschrijving van geschiedenis, wat Daniël zijn vrienden meemaken. En Nebukadnezar, die krijgt die droom van dat beeld, en nou ja, dat gaat dan Daniël later uitleggen. Maar heeft dat zoveel met de eindtijd te maken? Ik denk het wel, en dat zullen we ook later in het bijzonder zien. Maar voor mij is het een heel bijzonder interessant boek, we kunnen er veel van leren. En een van de grote lessen uit het boek is denk ik ook dat God bepaalt het verloop van de wereldgeschiedenis. We hebben de vorige keer al gezien, history, geschiedenis, is his story, is zijn geschiedenis. Hij schrijft geschiedenis, hij brengt de wereldgeschiedenis tot een goed einde. De geschiedenis zoals die nu gaat, zal eindigen met de komst van de Heer Jezus naar onze aarde en dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. Verder kunnen we ook uit het boek leren dat God één man kan gebruiken om zijn glorie binnen een machtig koninkrijk te brengen. Het koninkrijk van Babel, dat was destijds heel erg groot en machtig. En trouw blijven aan God loont meer dan de moeite. Kijk, zoals u weet, Daniël en zijn metgezellen werden op een gegeven moment als jonge mannen naar Babel gevoerd. En het was een straf, niet zozeer voor onszelf, maar voor Israël. Israël had veel afgoderij bedreven. En God zei als het ware van, nou, dan gaan jullie ook naar een stad waar afgoderij in het middelpunt staat. Babel was een heel occulte stad. En Daniël zal wel gedacht hebben, nou, daar gaat mijn toekomst. Hij had misschien wel graag willen trouwen. Hij was een goed uitziende jonge man en ja, hij zag waarschijnlijk zijn toekomst in duigen vallen. Ik weet natuurlijk niet wat hij gedacht heeft. Maar God had een veel beter plan voor hem en gebruikte hem machtig in zijn koninkrijk. En ja, hij zou ook Daniël gebruiken om ons heden ten dagen te voorzien van geweldige profetieën over de eindtijd, waar nu nog steeds op gestudeerd wordt. En ze zijn ook in het bijzonder de moeite waard. En daar gaan we vandaag eens even naar kijken. En dan de vraag, hoe is het boek Daniël ingedeeld? En dan moet u met mij eens even kijken naar het volgende plaatje. Het boek Daniël bevat 5 grote profetieën. 2 zijn bestemd vooral voor, zou ik zeggen, de wereld. Die heb ik groen gemaakt. En 3 zijn vooral bestemd voor Israël. De latere profetieën in de hoofdstukken 8, 9, 10, 11 en 12. Daar gaan we ook nog iets over zeggen. Wat ook duidelijk is, is dat het boek Daniël is geschreven in 2 talen, zowel het Aramees als ook het Hebreeuws. Profetieën die voor Israël bestemd zijn, vanaf hoofdstuk 8, die zijn geschreven in het Hebreeuws. En nogmaals, dat is hier blauw gemaakt. En profetieën die ook voor de wereld bestemd zijn, die zijn geschreven in het Aramees. En Aramees was in die tijd een wereldtaal, maar wel erg verband met het Hebreeuws. Net zo goed als het Nederlands verband is met het Duits. Dus God had ook heel duidelijk de bedoeling dat dit boek ook bekend zou worden in de wereld en ook vooral bij Israël. En vooral die latere profetieën vanaf hoofdstuk 7, ja, die zijn veel minder bekend. De eerste profetie die we gaan bekijken, dat is de profetie van de dromen. Of ja, je kunt zeggen, is het eigenlijk een profetie? Want het is meer een droomuitlegging, maar er zit ook heel duidelijk een profetisch element in. En het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus in Matthäus 24, vers 15 ook duidelijk spreekt over Daniël de profeet. Hoewel de Joden het boek Daniël merkwaardig genoeg niet bij de profeten geschaard hebben. Ja, wat weten we van de profeet Daniël? Hij was een tijdgenoot van Ezechiël, hoewel Daniël zelf
veel langer in functie is geweest. Eerst even iets over zijn naam. Zijn naam betekent God is mijn rechter. En dat zou ook wel blijken. Maar de eerste keer dat we in de Bijbel iets over Daniël lezen is in Ezechiël 14 vers 14. Daar zegt God dat al stonden Noach, Job en Daniël voor hem, dan zou hij het land toch niet sparen. Ze zouden alleen door hun gerechtigheid zichzelf redden. Dus we kunnen daar rustig uit concluderen dat ook Daniël, evenals Noach en Job, als zeer rechtvaardig bekend stonden bij God. Verder lezen we in Ezechiël 28 vers 3 over de vorst van Tyrus. En er staat dat de wijsheid van de vorst van Tyrus, die een typebeeld is van Satan, die van Daniël overtrof. Maar ook daaruit blijkt dat ook Daniël zeer wijs was. Wanneer Daniël precies leefde, zeer nauwkeurig is het niet bekend, maar het zal geweest zijn omstreeks 600 voor Christus. Zoals u waarschijnlijk weet, werd hij en een aantal jonge mensen meegevoerd naar Babylon, omdat koning Nebukadnezar dit land bestuurde en Israël veroverd had. Deze jonge mannen gingen toen mee, want Nebukadnezar kon ze heel goed gebruiken. Hij is ook heel lang in functie geweest aan dat hof van de koning. Later, bij een tweede deportatie, ging ook Ezechiël en veel later is er weer een derde deportatie geweest. En daarbij werd de rest van het volk meegenomen. Enkele mochten achterblijven en de tempel werd volledig verwoest. Dat was in 586 voor Christus. Daniël heeft bijzonder lang gefunctioneerd. Hij is waarschijnlijk in de 90 geworden. Eerst even iets over de voorgeschiedenis van de betekenis van de droom. Wat is er aan de hand? We lezen in Daniël 2 dat Nebukadnezar, die is al ruim een jaar aan de macht, en dan heeft hij een droom. Nou, eens een droom hebben is op zich natuurlijk niets bijzonders voor een mens, maar er staat bij dat deze droom hem verontrustte. In de grondtekst staat zelfs droom in het meervoud, dus misschien heeft hij dezelfde droom wel meerdere keren gehad en dan wil dat toch wel iets zeggen, dat waarschijnlijk God tot hem wil spreken, al zal hij dat niet meteen door hebben gehad. Trouwens, God gebruikt in de Bijbel wel meer dromen om mensen iets duidelijk te maken. En bijvoorbeeld in Genesis 20 vers 3, dan lezen we dat Abimelech de droom heeft dat hij van de vrouw van Abraham moet afblijven. Abimelech wordt in een droom gewaarschuwd. Genesis 28 vers 12, daar droomt Jacob over een ladder die in de hemel reikt. In Genesis 31, daar lezen we over Laban die weer een droom van God krijgt. In Genesis 37, daar heeft Jozef weer dromen. In Genesis 40, de bakker en de schenker krijgen allebei een droom. En dan Genesis 41, de farao krijgt dromen over de vette koeien en de magere koeien. En er zijn nog veel meer voorbeelden in de Bijbel te vinden dat mensen dromen krijgen om iets te weten te komen over de toekomst. God wil hen dan dat bekendmaken. Ook in Handelingen 2 vers 17 dan lezen we dat God ook dromen zal gebruiken, vooral bij ouden, om iets duidelijk te maken. Maar goed, Nebukadnezar die had die droom gehad en hij begrijpt, ik moet er iets mee. En dan roept hij al zijn occulte experts op en hij vraagt niet alleen om die droom te verklaren, maar ook om de droom zelf te duiden. En hij wilde daarmee natuurlijk voorkomen dat ze zomaar wat zouden verzinnen. Nou, dat kunnen ze natuurlijk niet, want er is geen mens op de wereld die zoiets kan. Dat kan alleen God. En dan, zo ging dat in de tijd. Dan dreigden die wijzen allemaal te doden. En Daniël en zijn metgezellen, die horen daar ook bij inmiddels. En die dreigen dan ook gedood te worden. Maar dan gaat Daniël aan het werk. Hij gaat zijn God raadplegen. Hij richt zich op een hele staat erop gepaste wijze tot de kamerheer Arioch en vraagt enige tijd uitstel en dat krijgt hij ook. En dan gaat hij met zijn vrienden een bidstond organiseren, zou je kunnen zeggen, waarmee hij aan God wil vragen om hem die droom bekend te maken.
En dan doet God het ook. En dan is Daniel daar natuurlijk geweldig blij mee. Nou, laten we er eerst maar eens over gaan lezen met elkaar. Ik lees met u uit de MBG-vertaling Daniel 2 en de versen 31 tot en met 45. Gij, o koning, had een gezicht. En zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lenden van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. Terwijl u bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. Dan gaan we verder met vers 36. Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevogelte van de hemel heeft gegeven, en die hij tot heerser over die al heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de hele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat u de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals u gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal dit koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent dat ze zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals u gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Nou, wat was de uitleg van Daniel? De uitleg die hij uiteindelijk van God had gekregen. U ziet hier voor u een plaatje uit PowerPoint van het beeld dat Nebukadnessar zag in zijn droom. U zult zich afvragen, waarom neem je niet een mooi plaatje van het internet? Nou, dat heeft te maken met problemen met het copyright. Als zo'n YouTube-filmpje als dit het internet opgaat en iemand anders herkent dat plaatje en die zegt dat heb ik gemaakt, dan kan ik daar problemen mee krijgen. Daarom neem ik maar een schematisch plaatje. Maar goed, het is op zich duidelijk genoeg, al is het misschien niet al te mooi. In de eerste plaats wijst Daniel op dat gouden hoofd. En dan zegt hij tegen Nebukadnezar, nou dat gouden hoofd, dat bent u. En hij was de heerser over het Babylonische Rijk, dat duurde van 606 tot 539 voor Christus. Nou, dat rijk van Nebukadnezar, dat zat bijzonder goed in elkaar. Er werd trouwens ook veel goud gebruikt in Babylon. Babylon werd ook de gouden stad genoemd.
Heel veel versieringen waren ook van goud. En in overdrachtelijke zin zou je kunnen zeggen, duidt dat ook op de hoge kwaliteit van het Babylonische Rijk. Het werd zeer krachtig en goed bestuurd door een alleenheerser. Maar ook militair gezien was het heel machtig. Maar uiteindelijk zou het toch onder de voet gelopen worden door de Mede en de Perzen. En laten we nu eens even gaan kijken naar het volgende. Het Rijk van de Mede en Perzen, dat heeft veel langer geduurd. De borst van armen en zilver, die stellen dat rijk voor. Zilver is minder duur dan goud. En je zou kunnen zeggen, dat Tweede Koninkrijk was duidelijk minder. Het Koninkrijk van de Mede en Perzen heeft wel langer geduurd, tot 331 BC. Het was geografisch veel groter. Militair gezien was het nog machtiger dan Babylon misschien wel, maar het werd minder goed bestuurd en het was ook minder welvarend. En je ziet dus dat er sprake is van edel naar minder edel. De grote wereldrijken blijken te degenereren. Trouwens, het is ook bijzonder dat het metaal zilver bij de Perzen zo'n belangrijke rol speelde. Maar uiteindelijk werden de Perzen ook onder de voet gelopen door de Grieken, in het bijzonder door Alexander de Grote. En dat rijk van Alexander de Grote, dat duurde van 331 tot 146 BC. En in het beeld wordt het voorgesteld door de lendenen van koper en ook de buik van koper. En Daniël besteedt aan dit rijk vrij weinig aandacht. Het is het Grieks-Macedonische Rijk. De legers die dat Perzische Rijk veroverden, werden aangevoerd door Alexander de Grote. En zijn legers gebruikten vaak koperen schilden. Alexander de Grote heeft de toenmalige wereld helemaal onderworpen. Hij behaalde onmogelijke overwinningen. Met 30.000 man soldaten versloeg hij legers van 150.000 man, 400.000 man en 800.000 man. Inderdaad werd, zoals er staat, hem werd heerschappij gegeven. Alleen Alexander zelf, die stierf op jonge leeftijd en na zijn dood viel zijn rijk in vier delen uiteen en werd gegeven aan zijn generaals, die verder ook weer opgevolgd werden door allerlei anderen. Dan komen we bij dat laatste rijk, en dat was het Romeinse Rijk, de benen van ijzer. En dat Romeinse Rijk, dat duurde tot 476 na Christus. Trouwens, dat is dan het West-Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse Rijk, dat duurde ergens tot 1453 na Christus. Het Romeinse Rijk stond inderdaad bekend als meedogenloos en hard. Zijn legioenen die waren bijzonder destructief en die waren niet te stuiten. De veroverde landen werden weliswaar opgenomen in het Pax Romana, maar het was een dwangmatige vrede onder een keihard dictatorschap. De twee benen zouden misschien kunnen duiden op het West-Romeinse deel en het Oost-Romeinse deel. In 395 na Christus kwam deze splitsing tot stand. Tot zover eventjes over dit deel van het beeld. En dan gaan we kijken naar een bijzonder deel van het beeld, het laatste deel. En dat zijn dan de voeten van ijzer en leem. Ja, wat kun je zeggen van de voeten en tenen van ijzer en leem? Ik laat dat plaatje hier nog even zien. Kijk er nog maar eens even goed naar. Het is het laatste deel van het beeld. En het eerste wat eigenlijk opvalt is dat het Romeinse Rijk het laatste rijk is. In feite is het nooit opgehouden te bestaan. Het is wel overgegaan in een andere vorm. We hebben nu te maken met de voeten en tenen van ijzer en de leem. Het zijn niet meer de benen van ijzer, maar het is nog wel het Romeinse Rijk. Je zou kunnen zeggen, het is een soort herleefd Romeins Rijk, of beter gezegd een hersteld Romeins Rijk. Velen zeggen, we leven nu in een hersteld Romeins Rijk. Je zou kunnen zeggen dat het Romeinse Rijk nog steeds voortleeft. Veel van de staten van Europa zijn ook doordrenkt van Romeinse cultuurresten. En de westerse rechtspraak is ook voortgekomen uit de Romeinse rechtspraak. En als je ook eens kijkt naar het Romeinse Rijk van destijds en je
vergelijkt nu, als je bijvoorbeeld kijkt naar de EU. Je gaat kijken welke staten horen er bij de EU en de staten van het Romeinse Rijk van vroeger. Als je die een beetje naast elkaar legt, dan lijken die rijken veel op elkaar. En velen denken ook nu dat we leven in een soort nieuw Romeins Rijk, een hersteld Romeins Rijk. Alleen het kenmerk van dat Rijk is, en dat was niet van het oude Romeinse Rijk, dat dit nieuwe Romeinse Rijk, dat herstelde Romeinse Rijk, is enerzijds zwak, het leem, en anderzijds sterk, het ijzer. Je zou kunnen zeggen dat ijzer heeft ze overgenomen van het vorige Romeinse Rijk, maar er is ook een zwakte bijgekomen. En ik kan er niks aan doen, maar als ik dan kijk naar de situatie in Europa, in het bijzonder ook kijk naar de situatie van de Europese Unie, dan kan ik me toch niet aan de gedachte onttrekken dat herstelde Romeinse Rijk in ieder geval wel wat te maken heeft met de Europese Unie. Ik zeg niet dat het precies hetzelfde is, maar ook die EU, de Europese Unie, die toch opgezet is om gezamenlijk dingen te doen, gezamenlijk problemen op te lossen. En als we eerlijk zijn, dan lukt dat niet zo goed. Hoeveel crisis hebben we al gehad? Als je denkt aan de eurocrisis, maar ook aan andere crisissen. En het feit dat de noordelijke landen vaak veel rijker zijn dan de zuidelijke landen, dan zie je toch, ook daarin zie je al iets van enerzijds dat zwakke en anderzijds ook weer dat sterke. Verder valt me op ook dat de tenen worden hier ook apart genoemd. Wat moeten we daarmee? Nou, zoals u weet, er zijn 10 tenen en dat betekent dus dat herstelde Romeinse Rijk, dat heeft ook op een gegeven moment 10 tenen. En dan blijkt uit de rest van de tekst dat dat 10 koningen zijn. Kijk maar naar Daniël 2, vers 44. En dan staat er zo mooi dat in de dagen van die koningen zal de Heer des Hemels een rijk oprichten, wat op geen ander enkel volk meer zal overgegaan. En dat wordt het rijk of het koninkrijk van God. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Maar wat voor ons van belang is om te kijken van die 10 koningen, zien we die al? Jaren geleden toen ik op een part-time bijbelschool zat, toen het was in de jaren 80 ergens, toen had je op een gegeven moment dat de EEG kreeg zijn 10e lid erbij. En toen dachten velen al, oh, dat zouden wel eens de 10 koningen kunnen zijn. Maar later bleek dat alweer veel meer staten bijkwamen die bij de EEG hoorden. En dat ging ook later over in de Europese Unie. We hebben de West-Europese Unie gehad en dat was ook een kandidaat op een gegeven moment om te horen bij de 10 koningen, daar hoorden blijkbaar ook 10 leden toe, maar de West-Europese Unie bestaat inmiddels al niet meer. Een aantal jaren geleden heeft Macron nog een voorstel gedaan voor een legermacht van Europa, waar ook 10 staten aan deel zouden nemen. Maar op het ogenblik hoor ik daar niet meer van. En er zijn nog wel andere uitleggingen over die 10 koningen. Als ik zelf kijk, dan zeg ik, die 10 koningen, die zie ik nog niet zo duidelijk. Anderen menen dat wel te zien en we gaan er ook later wat uitvoeriger naar kijken als we Daniël 7 behandelen. Ook in het boek Openbaringen komen we die 10 koningen weer tegen. Maar wat voor ons voorlopig van belang is, dat er staat dat de Heer des Hemels in de dagen van die 10 koningen, dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. En dat is dan ook die steen die van die berg komt en aan al die andere koninkrijken een eind maakt. En die steen, wie is dat? Ik denk dat dat de Messias is. Je zou kunnen zeggen het koninkrijk van God, want het maakt aan al die andere koninkrijken een einde. Maar in de Bijbel wordt de Messias ook wel vergeleken met een steen. En denk maar aan Psalm 118, vers 22, waar God zegt dat hij een hoeksteen legt in Sion. Goed. Dus we zouden kunnen zeggen dat als we die 10 koningen zien, als we dat heel duidelijk zien, in die dagen, dan zal het gebeuren, dan zal God zijn koninkrijk oprichten. Ja, en daarom, ik ben wat dat betreft heel simpel. Ik kijk uit naar de 10 koningen. Volgens sommigen zijn die er al. Ik denk het niet, ik zie ze niet. Maar als ik weet, die 10 koningen zijn er, dan weet ik, dan is de komst van de Heer Jezus ook zeer nabij. Ja, dan moeten we nou uitkijken naar de komst van de 10 koningen. Ik kijk er wel naar uit, maar niet om die 10 koningen zelf.
Sommigen zeggen trouwens, ik zeg het nogmaals, die zijn er al. Ik denk het niet, maar ik kijk er wel naar uit. Niet om die 10 koningen, die zullen we later weer tegenkomen in Daniel 7 en ook weer in het boek Openbaring, Openbaring 17, maar omdat ik weet, en dat staat er geschreven, en die tekst ziet u ook voor u, dat de God des hemels in die dagen een koninkrijk zal oprichten, zijn koninkrijk, waarop geen enkel ander koninkrijk meer zal overgaan. En dat is dan ook die steen die van die berg af komt rollen en aan al die koninkrijken een eind maakt. En dan komt de Messias terug en dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen op deze aarde. En ik moet eerlijk zeggen, daar zie ik toch enorm naar uit, dat er een einde komt aan het wereldgebeuren zoals dat op het ogenblik gaat. En dat zal zijn in de dagen van die koningen. Dan gaat dat gebeuren. Dus dat zal voor u en voor mij ook een kenmerk zijn. Als we dat heel duidelijk zien, en in Daniel 7 krijgen we meer kenmerken van die koningen, dan weten we, dan is de komst van de Heer Jezus heel erg nabij. Maranatha, kom spoedig terug, Heer Jezus.